De verkenning van Pluto vormt eigenlijk het sluitstuk van de initiële verkenning van ons zonnestelsel. Dat is inderdaad een uniek moment na meer dan 50 jaar onbemande ruimtevaart door ons zonnestelsel. Dit is het eindpunt van dat hoofdstuk. De vlucht van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons naar Pluto wordt ook in de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent nauwlettend gevolgd. Na 9 jaar en bijna 5 miljard kilometer bereikte de ruimtesonde gisteren de verste planeet van ons zonnestelsel. Door Pluto te bestuderen komen we wellicht meer te weten over het ontstaan van ons zonnestelsel. Een mijlpaal dus in de astronomische geschiedenis. Wat we ook denken te weten over Pluto, heel veel zaken gaan fout zijn. En dat weten we van vorige planetaire verkenningen. Heel veel zaken die wij dachten over andere planeten en manen daar rond, die zijn fout gebleken. Dus ik zou zeggen, ja, wat we in de volgende maanden en jaren over Pluto gaan leren, dat daar zullen zaken bij zijn die geen enkele wetenschapper verwacht heeft. De eerste close-up foto's van Pluto stromen overal ter wereld met mondjesmaat binnen. De volkssterrenwacht Armand Pien nodigt iedereen daarom vanavond uit om naar de eerste beelden van de dwergplaneet te komen kijken. Op de volkssterrenwacht waren ze vandaag dan ook de hele dag in de weer om een eigen maquette van de ruimtesonde in elkaar te knutselen. Dit hier, dat is de radioschotel, die moet nog helemaal in goudfolie ingepakt worden en de bovenkant moet helemaal in wit, niet blinkend. En dan moeten we nog de antenne helemaal maken. De schaalmodel gebruiken we om de mensen te kunnen uitleg geven over de onderdelen en wat het nut ervan is. En dit zit in New Horizons en daar zit eigenlijk de brandstof in. En wie de vlucht van New Horizons zelf ook eens wil meemaken, die kan een virtuele tocht maken met de ruimtesonde. En daarna kijken wij uit naar de live uitzending van NASA, de laatste persconferentie die heel belangrijk zal zijn. Want daar zullen we waarschijnlijk ook de laatste genomen beelden zien van de New Horizons. Want die zijn nu in feite nog onderweg naar de aarde toe. Dus we hopen op met exclusieve beelden te komen vanavond om 9 uur.